Welkom bij het WK Formule 1 van 2020. Hier zijn we bij de eerste race in wat weer een spannend seizoen zou moeten worden. Ik denk dat de actie dit jaar heel, heel close zal zijn. Maar zoals altijd met Formule 1, je kunt er nooit zeker van zijn. Laten we beginnen. Er is geen tekort aan inhaalmogelijkheden op het 5,4 kilometer lange Bahrein International Circuit. Met de beste mogelijkheid in bocht 1 en dan kort daarna in bocht 4 ook nog een keer. 15 bochten hier, 6 naar links en 9 naar rechts. Misschien krijgen we 1 of 2 flatspots te zien in de scherpe bocht 10 naar links. Daar zijn we dan. Formule 1 in 2020. Het gevecht om de wereldkampioenschappen begint hier, vandaag. Mercedes op jacht naar haar 7e op 1 volgende titel. We zullen het op moeten nemen tegen Ferrari en Red Bull. Williams, die het vorig jaar moeilijk had, wil deze ronde een sterkere start maken. En zullen zij met de auto's die door Renault worden aangedreven deze keer een stapje verder komen en misschien zelfs het podium halen. We hebben veel te bespreken met Bas van Damme. Hij is uit zijn winterslaap gekomen en zit wederom naast mij in het commentaarhokje. Fijn om terug te zijn, Olaf. Laten we hopen op een goede race vandaag. Op dit moment weten we niet hoe competitief deze teams zijn tegenover elkaar. Maar hopelijk rent niemand gillend weg. We willen deze coureurs tot het uiterste zien gaan, richting de geblokte vlag. Laten we voordat we beginnen de line-up van de grid bekijken. De Rainmaster start op pole position, met Sebastian Vettel naast hem. Verder op de grid hebben we Bottas, Verstappen, Alexander Albon en Ricciardo, Perez, Stroll, Norris en Carlos Sainz. Gasly, Ocon, Daniel Kvyat en Magnussen, Hamilton, Giovinazzi, Kimi Raikkonen en Romain Grosjean. Latifi en George Russell eindigen onze line-up op de grid. Welke van deze getalenteerde coureurs pakt vandaag de winst? Pole position. Let's go for the win. Start. Well done.
sensors being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Teammate by 3.8 seconds. This is your final lap, final lap of the race. Well done. Fantastic drive, just fantastic. You deserved that race win.
weer een geweldige overwinning van Ferrari. En Bas, hoe denk jij dat ze zo'n ongelooflijk resultaat hebben neer kunnen zetten? Een groot deel van het resultaat komt aan op temperament, denk ik. Ze hebben hun hoofd koel gehouden terwijl iedereen om hen heen gek werd en daardoor konden ze de auto optimaal benutten. De strategie optimaliseren en uit de problemen blijven. En daar zijn we dan. Een team dat geen vreemde is op het podium en dat opnieuw bovenaan staat. Een sublieme race vandaag en een geweldige zege voor Ferrari. Deze ronde van het wereldkampioenschap is het tijd voor het klassement. De Rainmaster pakt de leiding in het kampioenschap. Wat was er weer een geweldig talent op de baan vandaag. Maar Bas, wie vind jij coureur van de dag? Dat moet Lando Norris wel zijn, hè? Vloeiend, vol zelfvertrouwen.